Bizarre slapers, Dennis, welkom. Dankjewel. Ja, apart fenomeen, die mensen die niet de slaap kunnen vatten. Ja, nou ja, het is nog niet eens zozeer het niet de slaap kunnen vatten, maar het is meer ook wat er dan gebeurt als ze gaan slapen. Want zodra ze gaan slapen, dan gebeuren gewoon de raarste dingen. Maar wat is een night terror dan? Want is dat hetzelfde als een nachtmerrie of toch iets anders? Nee, het is echt, nou ja, een nachtmerrie klinkt echt nog inderdaad lief bij een night terror. Want hij heeft gewoon het gevoel dat hij 's nachts wordt vermoord. Of dat het huis instort. Of dat hij wordt gewurgd. Dat de moordenaars in zijn kamer staan. En hij beleeft het zo intens dat hij echt, nou ja, zijn bed uitkomt, begint te gillen, begint te schreeuwen. En dat duurt dan vaak een kwartier voordat hij weer een beetje bijkomt. Beseft dat hij aan het dromen is. Maar het is dan zo intensief. En hij gilt echt letterlijk de hele buurt bij elkaar. Want hij, ik heb daar ook geslapen. En hij, nou ja, hij schreeuwt echt. En ik sliep daar en dan begint hij ineens, nee! Ja. Nou, en als je dan daar ligt slapen, dan schrik je dood omdat je echt denkt dat iemand wordt vermoord. En één simpele tip is echt serieus. Niet op je telefoon kijken, 1,5 uur voordat je gaat slapen. 1,5 uur? Ja, ja, nu zeg jij het al. Want ja. Er zijn zoveel mensen die zijn het gewend om nog even in bed op Facebook te gaan kijken. Ja, joh. Maar dat blauwe licht dat van je telefoon afkomt, dat maakt dus die melatonine aan in je hoofd. Zorgt ervoor dat je wakker wordt. En door alle berichtjes die je leest, zorgt er dus weer voor dat je bepaalde gedachten krijgt. Worden dus heel vaak weer nachtmerries of onrustig gaat slapen. En er zijn heel veel mensen al verholpen door alleen al hun telefoon 1,5 uur voor het slapen gaan neer te leggen. De 538 vragen die niemand durft te stellen. We hebben je volgens mij wel eens aan de telefoon gehad, maar je bent nog nooit bij ons in de studio geweest in dit programma. En dit is een beetje een soort traditie. Eigenlijk leggen we iedereen een paar moeilijke vragen voor. Je kiest er 3. Okay. En, aan ieder getal tussen de 1 en de 538 hangt een vraag. Dus je hebt 538 keuzes. Kies een getalletje. 447. 447. 447. Heb je wel eens gefantaseerd over iemand anders terwijl je seks had met je partner? Jawel. En over wie heb je gefantaseerd dan? Dat weet ik niet meer. Dat zeg ik dan nu. Maar dat doet iedereen toch wel eens. Maar dat was natuurlijk vroeger. En natuurlijk niet nu. Nee. Nee, duidelijk. Nee. Nou, doe nog maar een getalletje. 333. 333. Ja, heb eens. Geloof je in God? Poeh, Jezus, wie nou? Ik hoop niet. Is weer 333. Op dit moment niet. Nee, want ik las toevallig vanmiddag een verhaal over, jij bent 212. Wil je het daar niet over hebben, Dennis? Nee. Nee, echt niet? Ik vond het wel een interessant verhaal met de hele geschiedenis van de Jehovah getuigen. Ja, weet ik. Ja, maar ik ben er zo over uitgepraat. Oké, maar dat is een afgesloten hoofdstuk? Ja. Oké. Okay. Nog een getalletje dan. 212. 212. Even kijken. Waar heb je het meeste spijt van in je leven? Je kiest ze wel uit, hoor. Ik wou het zeggen, wat een happy vragen. Kun je niet even lekker dom... Okay. Nou ja, je mag ook een andere kiezen, voor bijvoorbeeld... Zeg jij maar even een leuk getal. Heb je wel eens seks in het openbaar gehad? 233. Oeh, ja. Nou, dan willen we wel het verhaal hebben, want je bent... Ik weet even, ja, maar zo vaak is dat gebeurd. Ben jij nog een beetje een boefje? Want mensen zien jou toch wel een beetje als de rockster van de televisie eigenlijk. Hoe gaat het vandaag? Je bent af. Ja. Nou ja, kijk, oké. Okay, nou, ik heb zaterdag... Jezus, Mina. Ik had het wel even bond gemaakt. Ben ik naar Parijs geweest. Ben ik naar Rico Verhoeven gegaan. Weet je, die Nederlandse kickboxer. Ja. Dat ik de verjaardag gevierd met mijn broer en nog een vriend van mij. En toen hebben we wel een bond gemaakt in Parijs. Ja. En toen moest ik wel weer terugrijden naar Nederland. En toen gisteravond hadden we dus opnames voor Bizarre Slapers. Dan hadden we de eindding, weet je al. En toen hebben we nog wel met z'n allen nog even gezellig wat gedronken ook nog weer. En toen zat ik ineens hier weer aan de wijn. Dus, ja, weet je, dus het gaat wel door of zo. Zegt je vrouw wel eens, doen ze een beetje rustig aan? Zeker. Ja? Ja, maar die weet ook wel een beetje hoe ik in elkaar zit natuurlijk. En we weten ook wel wanneer... Morgen ben ik vrij, dan ik een hele dag. En dan ben ik weer thuis. En dan is het even quality time. Ja, weet je, maar je moet het een beetje combineren. Weet wanneer je kan pieken en weet je wanneer je gewoon... balans. Kan nemen. Nou, je hebt je er prima doorheen geslagen, hoor. Ja, door die 500 vragen. Applaus! Ik bedoel, Bizarre Slapers, dat moet even gezegd worden. Morgen 8:30 op je televisie, RTL 5. Op RTL 5. En ik wil ook nog even zeggen, Battle on the Dance voor de finale dat is woensdag om 8:30. Want de finale wordt echt fucking spectaculair. En is er al een idee voor een nieuwe bizarre... iets? Nee, nou misschien kunnen de luisteraars meedenken in dit geval. Bizarre partners, bizarre hobby's, bizarre...
Noem maar op. Heb je iets bizars en wil je een programmatip aandragen voor Dennis? Doe dat even in via de app. En Robinson komt er natuurlijk ook weer aan. Maar dat duurt nog heel lang voordat het weer op televisie voordat is. Voordat het op televisie komt wel, ja. Maar ik ga wel weer. Ik ga binnenkort weer gewoon richting de Filipijnen. Dus dat wordt weer spectaculair, dames en heren. Oh, dan gaan we weer alle Instagrams van BN'ers afkijken wie er niet in Nederland is. Nee, kappen hoor, kappen nou. Dennis, dankjewel. Heel graag gedaan. Heel veel succes met het programma morgenavond 8:30 RTL 5. Geef hem een groot studioapplaus. Dennis Wenen! Yeah. De avondploeg.